Beste vrienden, lotgenoten, sympathisanten. Van harte welkom aan jullie allen. We willen jullie een prachtig, gelukkig en gezond 2024 toewensen. Een jaar waarin we gespaard mogen blijven van tegenslagen en verdriet. Een knuffel, een helpende hand, een luisterend oor, een lach, een knipoog, een hand op de schouder. Dat zijn allemaal kleine dingen die zonder woorden veel zeggen. De erkenning en waardering die we vorig jaar van Ninov Media hebben ontvangen voor onze sociale inzet heeft ons enorm goed gedaan. Het mooie kader en beeldje prijken nog steeds in mijn woonkamer en ik ben er buitengewoon trots op. Ook Refresco uit Ninove heeft hun werknemers gemobiliseerd om geld in te zamelen door te wandelen en te fietsen voor het goede doel. Wat ze ook vervolgens aan ons hebben overhandigd. Dit laat zien dat onze lotgenotenvereniging vooruitgang boekt. Vertel eens in het kort, hoe heb je 2023 ervaren? Voor mij was dat formidabel. Wij hebben dus rond nieuwjaar hebben wij een erkenning gekregen van jullie van Ninov Media met een mooie kader bij en een mooi beeldje. Dat heeft ons enorm deugd gedaan voor dat te krijgen. Dus dan wisten we van, we zijn goed bezig. Maar dan ook is Refresco, hebben de werknemers gaan stappen en gaan fietsen voor het goede doel. En die centjes hebben ze ook aan ons gedoneerd. Ons doel is om ons keihard in te zetten om voor jullie mooie momenten te creëren, of ze nu stil of uitbundig zijn. Goedenavond, Christine. Goedenavond. Jij bent ook een lotgenote, als ik dat zo mag zeggen. Hè? Ja, ik ben ook een lotgenote, ja. En hoe ben jij terechtgekomen bij de kankerlotgenotengroep? Ik ken Marina al van vroeger. En een aantal jaar geleden heeft zij dat opgestart. En gewoon uit sympathie ben ik daarbij gekomen. Ook omdat ik een lotgenoot ben. En ik weet, bij ons in de familie zit kanker. En ik weet hoe het voelt. En het is niet alleen jijzelf die getroffen wordt door kanker, maar ook je vrienden en familie. En gewoon weten hoe ermee omgaan. Het is een realiteit. Hè? Iedereen heeft tegenwoordig wel iemand rondom hem die kanker, hè, die te maken heeft met kanker. Wat betekent deze lotgenotengroep voor jou? Wat heeft dat gedaan voor jouw persoonlijk proces? Je vindt er heel veel steun. Je kan praten over alles, maar je kan ook plezier maken. Je kan even je zorgen vergeten. En dat is heel belangrijk, want veel mensen vergeten dat. Het is niet omdat je kanker hebt dat je geen plezier mag maken. En dat is heel belangrijk en ook positief blijven. Wat heeft dat hier betekend voor jou, deze kankerlotgenotengroep? Ja, je vindt hier wel steun. En ook, ja, hoort eens van een ander wat ze meemaken en kunt er je aan optrekken. Is dat dan toch anders dan met je familie of met je vrienden praten, zo'n groep? Ja, je staat er gemakkelijker voor open. Je kunt er gemakkelijker over praten. Omdat zij ook weten waar hun staat. Mensen die nog zouden twijfelen om even een kijkje te komen nemen, wat zou je daartegen willen zeggen? Goh, ik zou zeggen, kom gerust even af. En je doet daarachter nog altijd je eigen zin. En iedereen kan u toch wel wat bijbrengen. Lotgenoten, naasten en sympathisanten. Samen kunnen we dit. Samen zijn we sterk. Mijn oprechte dank aan ons bestuur en de vrijwilligers voor hun inzet. Lieve mensen, een welgemeende dank u wel hiervoor. We denken ook aan de lotgenoten die hier nu niet aanwezig kunnen zijn of aan het herstellen zijn. Voor hen wensen we het allerbeste in 2024. Goedenavond, dames. Ik voel me bijzonder klein momenteel. Hoe gaat het met jullie? De eerste show van het nieuwe jaar. Dus fantastisch. Hè? Voor iedereen alleszins al de beste wensen. Goede gezondheid voor 2024. En ik zou zeggen van, volgt ons. Maar wij kijken er alvast al naar uit. Wat mogen we vanavond zoal verwachten? Heel veel glitter, glimmen en heel veel pluimen. Amai, dat klinkt al goed. Altijd, hè. Als mensen zelf eens een kijkje willen komen nemen, niet alleen vanuit hun woonkamer, maar live, waar kunnen ze dat dan doen?
Ja, wij treden heel vaak op in het arrondissement van Nienhove, Aalst, Denderlee, Geraardsbergen en dat soort dingen. Ik zou zeggen, van volg gewoon VZ2 Cabaret Nouveau op Facebook. En daar komt eigenlijk alles op tevoorschijn.